Deze samenvatting wordt u aangeboden door aannemersbedrijf G. De Bruin aan de Bredeweg 112 in Groesbeek. www.debruinbv.nl. In de race naar de titel, of naar een mogelijke titel, moest Achilles 29 nog even op bezoek bij Stadion Essenberg in Haren, Groningen. Voor het duel tegen Biekwik 1887, een hele lastige tegenstander. Erik Meijers is daar nu inmiddels 6 keer geweest en heeft maar 1 keer nog weten te winnen daar. Misschien dat de 7e ontmoeting hem meer geluk gaat brengen. Hij had alleen Gaimiel Mormon niet tot zijn beschikking, die heeft een schorsing, maar wel was terug Bob Verwij. Hier zag u de 11 van trainer Marcel Groninger. En die vertelde vooraf aan de wedstrijd dat hij eigenlijk nog 1 winstpartij nodig had om echt zeker te zijn van een verblijf in de hoofdklasse. Maar ik denk dat hij zich daar niet zo heel veel zorgen over hoeft te maken. Biekwik, het begint niet zo scherp aan het duel als Achilles 29. Want dat heeft de wedstrijd vanaf het begin onder controle. De Hoge, dan wordt de bal in de 16 gespeeld, wordt hij door Richter verlengd. En dan is het Hempenius die niet goed achter de bal kan komen en de bal net niet tussen de palen weet te krijgen. Goede kans voor Achilles om de score te openen. Hier is het andermaal Hempenius die op rechts Luc de Hoge wegstuurt. Dan vraagt Richter om die bal, maar Hoge probeert het zelf. Maar de bal verdwijnt naast het doel van doelman Remco Molenaar. Van de Ven snijdt die bal in, maar dit is geen probleem voor Stefan Kersten, die tot dan nog niet veel te doen heeft gehad in die wedstrijd. Richter ontsnapt. Geen buitenspel. Putten van Putten was wel buitenspel, maar die doet niet mee aan het spel. En Richter krijgt hier 2 hele goede kansen om de score te openen. Maar hij krijgt de bal niet in het net. Omdat de verdediger in de weg stond. Verhoeven. Op rechts weer Luc de Hoge. Goed aanspeelbaar. Schiet dan, maar Richter loopt wel in de weg, verandert de bal ook van richting, maar hij verdwijnt naast het doel. Dan heb ik hier in het verleden scheidsrechters al eens een penalty voor zien geven, maar voor Achilles 29 was Sanders daar niet toe bereid. Slag van rust, een hoekschop van Gladys en Penis wordt teruggelegd door Grootaard en Bobby Verwij in de 44e minuut brengt hij Achilles op een terechte 0-1 voorsprong. En dat is niet geheel onverdiend gezien het aantal kansen wat Achilles wist te creëren in de eerste helft. Verwij zet zijn kruiden tegenaan en 0 tegen 1. Achilles lijkt het duel onder controle te hebben. De tweede helft. Dan komt Biekwik veel beter uit de startblokken. En bij Achilles lijkt er op een of andere manier een verlamming op te treden. Want ja, ze doen eigenlijk van alles, maar niets lukt meer. En Biekwik 1887 heeft met de nummer 12 Stefan Metz een goed wapen gevonden om de druk op Achilles te vergroten. De verdedigers staan heel vaak met de rug tegen de muur. Hier is zo'n kenmerkend moment dat de mensen voorin elkaar niet meer weten te vinden. En dan krijg je het moeilijk in de achterhoede. Biekwik Groningen, het profiteert ervan. Het is Van Dijken die bal voorgeeft. Dan kan Grootaard moeilijk samen redding brengen. En dan is het alle hens aan dek, vrouwen en kinderen eerst. En dan uiteindelijk weet Richard van Kersteren dan die bal uit de 16 te rossen. Maar van goed uitverdedigen was nauwelijks meer sprake. En hoe dat nou mogelijk is, ja, Joost mag het weten. Maar de ommekeer kwam niet meer in de wedstrijd. Achilles bleef achter de feiten aanlopen. Van Putten moet mee verdedigen. Walraven probeert ook in te schuiven, maar druk naar voren lukt niet, want steeds weet Biekwik de vrije man te vinden. Hier was het Rutmer Wiersma. En dan weer een hachelijke moment voor het doel van Stefan Kersten. Het lijkt wel een grabbelton daar, maar uiteindelijk heeft hij het leer dan toch te pakken. Lijkt hij geblesseerd te zijn, maar dat valt gelukkig mee. Scheidsrechter Sanders kwam even polshoog te nemen. En Erik Meijers, hij is er niet gerust op. Want hij ziet dat de Withemden elkaar makkelijker weten te vinden. En dat ze Achilles geen goed antwoord heeft. Verhoeven mee terug
van Putten mee terug. En dan is het hier met nummer 5, Matthias Frankema, die de bal helemaal vrij krijgt voor zijn voet. Maar hij schiet niet echt rustig geplaatst en de bal gaat over het doel. Maar de hele verdediging was weer eens uit positie. En zo bleef het die middag. Een poging van Biekwik 1887 om de bal erin te krijgen, maar die gaat voorlangs. Mets geeft die bal breed dan op Rutmer Wiersma en die heeft een fantastisch linkervoetje. Hij past precies in het hoekje en in de 81ste minuut brengt hij de ploegen op gelijke hoogte. Kijk eens hoe schitterend die precies in die winkelhaak vliegt. En Kersten was kansloos. Een domper voor Achilles 29. Dat gaat het dan wel proberen. Tim Verhoeven. Bal wordt geblokt. Is het Ivo Richter die dan een minuutje later bijna het leer weer tussen de palen weet te krijgen bij Biekwik. Maar de bal verdwijnt net aan de verkeerde kant. Voor Achilles althans naast de paal. Weer een gevaarlijke situatie. Achilles krijgt die bal niet weg. Dan is het andermaal Rutmer Wiersma die zijn tweede van de middag aantekent. En in de 87ste minuut brengt hij de Groningers op een 2-1 voorsprong. En dat is op dat moment dik verdiend. Want Achilles had gewoon heel veel moeite om Biekwik 1887 van het lijf te houden. En in de race naar de titel is hij natuurlijk dodelijk, dat puntverlies. Hier krijgt Rutmer Wiersma, de doelpuntenmaker, zijn tweede gele kaart van de wedstrijd. En hij moet voortijdig gaan douchen. Grootaard. Verwij. Lijkt hier Richter aan te spelen, die lijkt hier geblesseerd te raken. Maar hij staat alweer op. En dan schiet de doelman Molenaar de bal over de zijlijn. Ja, en dan is het gebruikelijk dat meestal die bal dan weer teruggegeven wordt. Maar uitzonderingen bevestigen de regel. En als je dan achter staat, dan is dat wel voorstelbaar. Jochems gooit terug. Wordt de bal naar voren gebracht door Hendricks, Peter Hendricks. Grades en Penius geeft die bal voor. In een wanhoopspoging, Maarten Smulders in de ploeg gekomen. En hij weet de bal via de binnenkant van de paal in de 98ste minuut. Ja, u ziet het goed. Brengt hij de gelijkmaker op het bord. En Penius geeft die bal voor. Waar de Groningers hoopten de bal terug te krijgen. Wat in de regel ook heel vaak gebeurt. Maar ja, het is geen spelregel dat dat moet. En Achilles redt hier in ieder geval één punt. En blijft op het vinkentouw. Hoe zuur voor Biekwik 1887 dat ook mogen zijn. Uiteindelijk een gelijkspel en niemand echt tevreden. Eerste helft een behoorlijk goed Achilles hier. Ja, absoluut. Achteraf hebben we het in de eerste helft laten liggen met 200% kansen. Eén voor Grades en één voor Ivo. En ja, die gingen allebei niet erin. Waardoor je dan met een 0-1 ruststand de rust in gaat. Terwijl je eigenlijk met 0-2 voor moet staan. Ja, goed, in de rust ben ik net als vorige week een klein beetje boos geworden. We hebben het dit seizoen al veel vaker gezien. In deze ploeg zit ontzettend veel voetbal. En er zit wel degelijk heel veel duelkracht in. En wij hadden vanaf het eerste moment hadden wij na de rust geen grip meer op Biekwik. Uiteindelijk valt dan toch die 2-2 en daar ben je ontzettend boos over. Nou goed, laat ik vooropstellen dat ik de mensen van Achilles 29 en de trainerstaf, dat ik daar prima mee overweg kan. Dus het is ook niet dat ik het ze kwalijk neem, maar er is een speler van hun geblesseerd, die ligt in de 16. Wij schoppen de bal, of onze keeper schopt de bal keurig netjes over de zijlijn. Had misschien daar eventjes langer mee moeten wachten. Nou, dan vind ik, dan moet je die bal gewoon keurig netjes teruggooien. Nou, wij krijgen die bal niet terug en dan valt toch nog de goal uitgerekend uit die actie. Dat vind ik wel, dat vond ik jammer. We hopen gewoon de laatste drie wedstrijden te winnen en dan kijken we wel waar we staan.